allemaal, superleuk dat jullie kijken naar deze nieuwe video, een Minecraft Survival serie. En zoals je zelf al ziet, ben ik al begonnen. Ik had net dus al wat opgenomen, maar dat is fout gelopen. Ik had te weinig opslagruimte, maar nu heb ik genoeg. Maar goed, ik spawnde net midden in een dorpje. Ik heb al een bed, ik heb al een kist, ik heb al aardappeltjes, ik heb al wat eten. Dus dat is helemaal mooi. Ik ben dus van plan om een nieuwe serie op te gaan nemen met ook vrienden. Ik dacht alleen, de eerste aflevering begin ik gewoon alleen met mezelf. En dan de volgende aflevering wil ik eigenlijk iemand uitnodigen. Of dat echt ook gaat lukken, dat weet ik niet. Maar ja, ik wil het wel proberen. Ik heb in ieder geval al een aantal vrienden gevraagd. En die hebben ja gezegd. Eentje daarvan die wilde anoniem blijven, die wilde niet dat haar gezicht bekend zou worden, zeg maar dat gaat niet gebeuren, dat respecteer ik ook gewoon. Dus dat gaat niet gebeuren. Oh, kijk. Toen heb ik nog andere twee gevraagd, gevraagd. Eén iemand die kwam er zelf mee, één iemand die zei zelf van, hey, wat zou je ervan vinden om een survival serie te starten? Toen zei ik, nou ja, dat lijkt me wel leuk. Dus hij wil sowieso wel. En dan heb ik nog iemand gevraagd en dan moet ik eigenlijk nog even wachten op antwoord. Want daar heb ik nog geen antwoord van gehad. Ik ga even dit weghalen hier. Ik bedoel, dit hebben hun nu toch niet nodig. Dit is eigenlijk een beetje een soort van testvideo van wat zouden jullie ervan vinden als ik hiermee door zou gaan. Dus laat alsjeblieft in de reacties weten of je het leuk vindt. Want dan kan ik er gewoon mee doorgaan. Dan kan ik gewoon zeggen, oké, jullie vinden het leuk. Nou prima, dan ga ik mee door. Wat ik ga doen trouwens, ik ga even deze fakkels hier allemaal mee pakken. Kijk, dit zag ik dus in het begin al. Dit zag ik net al. Het zijn gewoon letterlijk trappetjes. Die nergens naartoe leiden. Dat je dan denkt, wat de hel. En die zijn hier ook. Is dat normaal in een donker bos? Laat even weten in de reacties, want ik ben echt noob. Tenminste, hierin ben ik wel noob. Oh, kijk eens aan. Hier zit nog gewoon een huisje. Ach, wat zielig. Alles staat onder water. Germ. In eerste instantie lijkt het heel erg op een treasure, een onderwater treasure en toch ook weer niet. Wat? Heel random dit, oké. Nou, ik heb dus al het hele dorpje gehad, net. Blijkbaar is er maar één farm. Dat was ik eigenlijk nog even aan het zoeken, nog naar meer farms, maar nee. Want ik heb nu gewoon nog eten. Ik heb nu genoeg wheat, ik heb al 9 broodjes, ik heb pumpkin seeds, ik heb, wat heb ik nog meer, ik heb aardappeltjes, dus daar kan ik gewoon een farmpje mee beginnen. Ik ga even sticks maken, even een pickaxe, zodat ik dit hier weg kan halen, want wie weet kan ik het nog gebruiken. Ik heb geen idee of ik het kan gebruiken, maar ja, we zien het vanzelf wel. Nou, dit huisje is weg in ieder geval. Hoppa. Nu wil ik eigenlijk hier even weglopen. Ik merk trouwens dat ik niet meer heel erg lag. Ik heb mijn FPS lager gezet. Mijn FPS stond eerst op 100. En nu op 80. Dus daardoor heb ik ook minder lag, gelukkig. Ik weet niet wat ik in deze wereld kan verwachten. Maar ik denk niet heel veel meer, omdat ik begon al gelijk in een dorpje. Dus dat is al best vrij apart, zeg maar. Dus ik weet niet wat er nog meer te zien valt. Hier zie ik in ieder geval zee. Ja. Zee. Donker bos. En voor de verder rest, ja. Groen, weinig bomen, dat vind ik wel een beetje jammer eigenlijk. Hier zie ik een grot, daar gaan we misschien dadelijk nog wel even in. Ik
ik neem in ieder geval deze boom ook even mee. Ja, nieuw hout. Hoppa. Oh, hier zit ook een hele... Oh my god. Holy shit. Ik denk dat we daar gelijk gaan minen. Ik ben best wel bang voor monsters. Vandaar dat ik ze ook de eerste nacht uitgezet heb. Ik ben wel van plan om ze aan te zetten. Maar ja, dus neem alsjeblieft niet kwalijk als ik ze uitzet. En ja, ik weet het, ik moet wel leren om met monsters te leven in Minecraft. Maar ik vind ze gewoon redelijk eng. En al helemaal als ik alleen ben. Als ik met vrienden ben, dan valt het eigenlijk nog wel mee. Want dan kan ik achter iemand wegspringen, weet je wel. Maar als ik alleen ben, dan ja, ik weet niet wat er dan gebeurt. Dan ben ik gewoon bang. Maar ja, ik probeer steeds vaker gewoon survivals te doen met monsters. Holy shit. Wat is dit allemaal, jongens? Oh nee. Ik weet dat ik hier niet aan moet gaan. Kijk, dat bedoel ik. Oh nee. Doen die iets? Hier zit een wespennest namelijk. Maar ik weet, als ik daarop sla, dan komen alle wespen die erin zitten, die komen eruit. En die vallen zich aan op mij. Dat is dan alvast mooi dat ik dat weet. Ah, kip. Nee. Ik ben nu gewoon een beetje het land aan het verkennen. Ik weet dat ik niet zo heel veel doe. Op dit moment. Maar ik ben een beetje aan het verkennen wat ik allemaal nog tegen kan komen. En ja, wat ik een beetje zie omheen. Dus ja. Wat ik in ieder geval zie is dat daar zijn bergen met sneeuw. Yup. Hier zijn onwijs veel bomen, daar ben ik dan wel blij mee. Daar is een donker bos. Of is dit weer spruce? Oh, hier zit ook water. Ik vind het hier wel heel mooi. Dat moet ik wel even benadrukken. Dat ik het een mooie wereld vind. Met heel veel caves, want ik viel er net alweer in eentje. Ik denk dat ik maar gewoon begin in een cave. Nee, ik ga denk ik eerst gewoon een huisje maken. Dus. Wat ik ga doen. Is even hout hakken. Gewoon. Spruce, donker, licht. Ik probeer eigenlijk van alles wat te hebben. Zodat ik een bomenvang kan maken met van alles en nog wat. Zodat ik niet elke keer op en neer hoef te lopen als ik een soort hout niet heb. Want dat kan ik dus niet uitstaan als ik dan elke keer weer terug moet lopen omdat ik één soort hout niet heb. Maar ja. Ik weet trouwens niet of dit echt leuk is, want het lijkt mij niet dat dit heel interessant is. En ik beloof jullie ook sowieso dat er wat interessants als aankomt. Maar ja, ik bedoel, de eerste aflevering is sowieso niet echt interessant. Tenminste, dat vind ik. Ik vind de eerste aflevering altijd wel het saaiste van de nieuwe series. Ik zeg trouwens alvast, ik heb niet heel veel mensen met wie ik kan opnemen. Tot nu toe heb ik er 3. Maar ik hoop niet dat dat erg is of zo. Want het zal dus zo zijn dat ik soms zelf afleveringen opneem, dus alleen. Het kan ook zijn dat ik soms mijn vrienden uitnodig. Dus maar dat ligt er maar net aan of ze kunnen. Want als ze niet kunnen, of als ze niet kunnen, dan heb ik pech. Dan moet ik het alleen doen, zeg maar. Ik denk dat dit een mooi plekje is om een huis te gaan bouwen. Mooi dicht bij caves en zo. Yes. Moet hier niet één hoger? Ik ga even die chest hier neerzetten.
Even alles dumpen, want wat ik niet nodig heb, want ik word hier helemaal gek van. Die heb ik ook nog even nodig. Ik ga het huisje in hoger maken. Ik trouwens nog iets. Ik ben niet de beste in huizen bouwen of Minecraft. Van recipes weet ik gelukkig toch best veel af. Maar op, ja, nu heb je dat trouwens toch niet meer nodig. Want nu heb je dit. Dit hele boekje. Dus als je bijvoorbeeld niet meer weet hoe je een crafting table moet maken. Nou, dan zie je dat hier. Dat is best wel makkelijk. Zo. Ik ga nu in ieder geval. Dit is de voorkant van mijn huis. Zo. Nou, dit is even een begin. Hop, hop, hop. Kijk, en dan kunnen hier raak de ramen in. Zal ik het zo doen? Nee, het ziet er ook in. Ja, trouwens. Nou ja, ik vind het wel mooi. Doe maar. Ach ja. Nou, dan ga ik in de volgende aflevering ga ik minen. Blijf me zeker volgen. Abonneer op mijn kanaal als je deze video heel erg leuk vond. Doe ook even een duimpje omhoog. Laat vooral in de comments weten wat ik moet veranderen. Of waar je aan ergert of zo. Of ja, gewoon om mij tips te geven. Want ik heb dus geen idee wat ik doe. En ja, dan zie ik jullie bij de volgende aflevering weer. Doei!